Almeloer Henk Schwartze en zijn broer Eduard hebben als Japanse krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog gewerkt aan de aanleg van de dodenspoorlijn Birma-Siam. In tegenstelling tot zijn broer heeft hij deze periode overleefd en de gezegende leeftijd van 94 jaar bereikt. Mede dankzij de hulp destijds van het Rode Kruis. Dit is zijn verhaal. Wij kwamen in Birma, kwam in Tambusaya aan. We sliepen in de gevangenis in Tambusaya. En de volgende dag, toen gingen we naar het hoofdkwartier van de Jap. En die een of andere Japanse hoge pit heeft ons een redevoering gehouden. Wat hij allemaal verteld had, was ene oor in andere oor uit. Behalve één zin heb ik leven lang goed onthouden. U zult tranen van dankbaarheid storten dat onze legerleiding u heeft aangesteld om aan dit project te mogen werken. En? Nou, ik heb tranen met tuiten gehuild. Toen mijn broer stierf, later heb ik van het Rode Kruis of van de Gravenstichting heb ik een foto gekregen, zijn graf in Tambusaya. Ik heb in kamp 30 en eerst aan de spoordijk gewerkt. Toen dat klaar was, naar kamp 70. In kamp 70 hebben we aan een viaduct gewerkt. Het viaduct bestond uit 76 palen. Die moesten we zelf uit het bos kappen. De olifanten die brachten dus die palen in. En de Japen die gingen dan die palen klaarmaken om als heipalen gebruikt te worden. Wij moesten ze dan die palen in de gaten heien. Na anderhalf jaar in Burma werd ik ziek. Zware malaria. En mijn urine was zo donker, zo bruin. Een volgende fase, dan was het zwart water koorts en dan was het niet meer. Maar zaten we nog net op tijd naar Thailand gebracht. Daar kreeg ik in de eerste plaats goed te eten. We kregen verse groenten, verse vis. Hè? Dat hebben we jarenlang niet gezien. En kregen later ook nog Rode Kruispakketten van Amerika. En daar zaten ook medicijnen in, ook tegen malaria. Daar had het Internationaal Rode Kruis een kleine rol. Ze hadden een vertegenwoordiging en die heette gedelegeerden. Een aantal van die gedelegeerden die werden toegelaten door de Japanners, namelijk op het eiland Formosa, tegenwoordig Taiwan, in China zelf en op Japan. Maar in de rest van Azië, dus in Nederlands-Indië en in Thailand, in Burma, was er geen vertegenwoordiging van het Internationaal Rode Kruis. Ook in Nederlands-Indië werd het Nederlands-Indisch Rode Kruis werd verboden. Dus de voorloopster van hen was mevrouw Nightingale, die in de Krimoorlog zoveel gewonden heeft geholpen. Ik feliciteer het Rode Kruis om het bestaan van 150 jaren. Dankzij het Rode Kruis heeft je heel veel zieken en gewonden genezen in de oorlogjaren, maar ook in de